Blauwe Duiveland is een aantrekkelijk eiland voor mensen die er wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Dat komt onder andere door de vele voorzieningen die er zijn, zoals scholen, dorpshuizen, musea en sportclubs. Het is van belang voor zowel inwoners als bezoekers, voor jong en oud, dat het voorzieningenniveau op een gewenst peil blijft. De samenleving is voortdurend in beweging, ook op Schouwen-Duiveland. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de voorzieningen op het eiland, nu en straks, aansluiten op de behoeften van inwoners en bezoekers. De belangrijke trend is eigenlijk dat mensen mobieler zijn geworden. En een belangrijke trend is dat de bevolking verandert, de bevolkingssamenstelling verandert en de bevolkingsomvang verandert. Dat betekent dat ook voorzieningen moeten veranderen, want mensen doen andere dingen. Als je daar kijkt hoe je daarover denkt, hoe je daar mee omgaat en hoe je dat plant, dan is in het verleden altijd geweest van zoveel mogelijk spreiding. En wij adviseren eigenlijk om te gaan naar een zo goed mogelijke spreiding en duurzame spreiding. Dat betekent dat er ook een draagvlak voor zo'n voorziening moet zijn en dat mensen het goed kunnen bereiken. Alle activiteiten die georganiseerd worden hier in het dorp vinden plaats in het dorpshuis. Het heeft daarom ook een hele grote sociale functie. Maar het brengt ook al die vrijwilligers bij elkaar. Nou, de politieke discussie is dus gaande van vanaf 2017 stopt de gemeente met de subsidie op de dorpshuizen. Toen zijn de koppen eigenlijk bij elkaar gegaan en hebben we gedacht we moeten dat proberen buiten de exploitatie of we niet ook het beheer zelfstandig kunnen gaan doen. Veranderingen in de samenleving gaan hun eigen gang. Daar willen we ons niet tegen verzetten. We moeten juist de kansen grijpen die zich daarbij voordoen. Dat kan alleen met een goed doordacht plan. We vragen iedereen die zich erbij betrokken voelt met ons mee te denken over wat we straks nodig hebben, voor wie, wanneer en waar. We hebben nu een samenleving waarin steeds vaker sprake is van dat mensen het zelf vaak doen, in ieder geval het initiatief nemen. Als mensen voorzieningen nodig hebben, als mensen dingen willen doen, dan gaan ze dat zelf organiseren. En als ze daar heel goed in zijn, dan kun je dat als overheid kun je dat ondersteunen. Maar dat is iets anders dan dat je van tevoren zegt van wij gaan alles voor jullie plannen en betalen. Ik moet zeggen dat zowel Zeeland als de gemeente heel positief bij het project betrokken zijn. Altijd heel transparant zijn geweest en dat die samenwerking nu nog steeds verder gaat. Er is daar een paal geplaatst voor een auto te laden. Nou, we zijn nu voornemens om daar één dagdeel in de week een elektrische auto neer te zetten die bestuurd wordt door een vrijwilliger. Dat soort plannen en dat soort overleggen gebeurt met die partijen en die staan er ook voor 100% achter. We moeten onze voorzieningen toekomstbestendig maken. De gemeente en andere partijen spelen daarbij een rol. Maar belangrijk is vooral dat we dat bereiken door samen te werken en samen te doen. Dan blijft ons eiland, ook in de toekomst, een aantrekkelijke plek voor mensen die er wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen.